De vakantie zit erop voor de spelers van Heerenveen. Op het trainingscomplex van Langswegen begon vanmiddag de eerste training. De fans binnen er mij vuurwerk. En een nieuw seizoen betreft vanzelfs ook nieuwe gezichten. Hier, mij recht noem het zien, zoggen we de Belgische middenvelder Sven Kums in actie. En vanuit de jeugdopleiding van Heerenveen is hier mijn nummer 36, doken Smit Tajekke onder selectie. Met deze nieuwe onwensen Wol en Matt Ron Jans het beter dwaan bij Sportclub Heerenveen. Je moet leren van vorig seizoen. En dat geldt voor iedereen. Dat geldt voor mij ook. Dat geldt voor iedereen die bij Heerenveen betrokken is. Want wij moeten gewoon beter presteren dan in een 12e plaats. Dat beseffen ons heel goed. Verder sjocht Jans ook kritisch waarom op het vertrek van Raymond Liebrechts. Jarenlang zijn vaste assistent-trainer. Ja, Raymond Liebrechts is in mijn ogen niet de schuldige eraan dat wij 12 zijn geworden. En wat dat betreft vind ik het naar hem toe. En ook hoe het gebeurd is, ja, dat was allemaal niet fantastisch. Maar daar kunnen we het nu allemaal wel over hebben. Maar je moet vooruit en dat gaat zonder Raymond. En ik vind ook, Henk Heijter neemt zijn plek in. Het zou ook heel raar zijn als je dat ten koste van hem zou laten gaan. Hij is zo gedreven en hij wil heel graag, dus we gaan wel gewoon aan de slag. Dat onderslag ging begon Joert met een rustige training. Dat kan Wieke Waas, die is de eerste oefenwedstrijd van Sportclub Heerenveen. Ze spelen dan tegen Gasterlandsleert.